Ja, vrienden, er is een soort nationale discussie aan de gang. Ja, over dat Songfestival liedje van die Dion en die Mia. Ja, heb je dat? Zelfs het journaal. Ja, zelfs het journaal vond het nodig om daar aandacht aan te besteden. Ja, het hele land is in rip en roer, net als eigenlijk zoals bij het Nederlands elftal. Weet je, als daar iets gebeurt wat de mensen niet bevalt, of er wordt iemand geselecteerd wat niet kan, of ze vinden eigenlijk dat het Nederlands elftal niet naar een Europese kampioenschap of een WK moet gaan. Ja, dat speelt zich nu allemaal af. Vrienden, rond dat liedje. Maar ja, we hebben het allemaal gezien. En ja, we kunnen daar heel kort over zijn. Het is niks. Nee, het kan niet. Het kan gewoon niet. Nee. Nee. Los van of dat nou allemaal vals en onzuiver is. En noemen we het ziet er niet uit. Het is niks. Het wordt niks. Dus die moeten gewoon niet gaan. Dat is duidelijk. Zover zijn we toch wel met z'n allen. Hè? Nou ja, oké. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar, wat gebeurt er nou vanuit die Afro en Tros? En ook van die Duncan Lawrence, want die heeft het er allemaal bedacht. En die roepen nou met z'n allen, oh nee, maar niks aan de hand hoor. Die hebben talent zat en het komt allemaal goed. En ons creatieve team, die gaat er wel voor zorgen dat ze lekker gaan zingen. En we gaan ze lekker relaxed maken. Zodat ze gaan shinen daar in Liverpool. Ja, ja. En zoveel gaan we rustig slapen. Het komt allemaal goed. Nou, vrienden. Ik heb eens eventjes wat mensen gesproken. Uit de muziekwereld. En nou, die zeggen tegen mij, Harry, dit is echt ongelooflijk. Dit kan helemaal niet. Helemaal niet. Dit zijn volkomen amateurs. Mensen die er helemaal niks van kunnen. Ze kunnen echt niet zingen. En dat gaat ook niet beter worden. Nee. Dat verzekeren die mensen mij. Ze zeiden tegen mij, die twee die komen niet eens door de voorronde bij een talentenjacht. Het zijn gewoon, Harry, zeiden ze tegen mij, het zijn gewoon amateurs. Punt. Die hadden nooit, nooit in die positie mogen komen. En daarom, ja, ik neem het, die jongen, die Mia, die neem ik het allemaal verder niet kwalijk. Nee, die denken, ja, ik pak mijn kans. Maar goed, die commissie daar bij die Afro Tros, die hebben even een enorme blackout gehad. Ja, dat kan niet anders. En ja, en die weten nou ook van de gekkigheid niet wat ze moeten doen. Maar ja, er staat maar eigenlijk één ding te doen. Dat is gewoon niet doen. Nee, niet gaan. Want we staan voor heel Europa. Staan we verschrikkelijk. Geluk voor joker, vrienden. Dat Nederland gaat er af. Verschrikkelijk als een gieter. Het wordt, oh. Dan wil je eigenlijk je paspoort inleveren. Zo erg wordt dat, vrienden. Oh, dus daarom niet doen. Niet doen, Afro Tros. Stop ermee. Ga niet. En toen zei ik tegen die mensen uit de muziek, wie moeten we dan sturen? Toen zei er eentje, die zei bijvoorbeeld, ja, stuur dan die Nick van die Simon. Ik zei, ja, oké, dit kan. En toen kwam er weer een ander en die zei tegen mij. En toen dacht ik, ja. En die zei tegen mij, Jaap Reesema, die moet je sturen. Dat is een jongen, die kan daar staan voor Nederland. En toen dacht ik, ja, yeah, Jaap Reesema, dat is de naam. Hij zei, die gozer ziet er gewoon goed uit. Die heeft een goede, aparte stem, werd tegen mij gezegd. Die kan ook eigen liedjes schrijven. Dus die maakt gewoon een lied en die gaat daar staan. En die zingt Nederland gewoon, hup, die finale in. Dus, vrienden. Haha, ja, we zijn eruit. Deze twee die gaan niet. En wij sturen Jaap Reesema.